Dag Annette. Hallo. Dus je wenst? Nee, ik woon hier niet, maar ik heb wel mijn atelier. Oeh. Dus die orden wennen hier? Ja. En voor het atelier, mag ik eens zien? Ja, zeker. Dus. Op de eerste verdieping. Kom verder. Dat ligt het erop. Hey. En wat is dit? Hallo. Dit is mijn vriend, Johan. Aha. En we hebben hier samen de ruimte opgeknapt tot atelier. Bist hier een protten? Ja, ik ben hier eigenlijk dagelijks. Cool. Ik werk nu tijdelijk freelance bij een bedrijf in Sneek. Maar als ik geen werk heb, dan ben ik hier gewoon altijd te vinden. En dat is een prijs, man? Ja. Vertel eens. Ik heb die prijzen gewonnen. Alsjeblieft. Dit is je? De derde prijs van de vakjury. Dus deze, er waren drie prijzen van de vakjury en een kinderjuryprijs, die heb ik gewonnen. En er was een publieksprijs. En waarvoor? Voor de Boekie Boekie Start Award. En ik had daar een stripverhaal bij een gericht gemaakt. Die staat mooi in het midden, dus makkelijk bij te pakken. Grut, hè? Ja. En dat was eigenlijk wel een heel humoristisch gedicht waar ik meteen een beeld bij kreeg. Ja. Strips hebben, posters. Er is van alles. Wat is het, de top voor die? Dat is een fjouwerlook, mooi een scootje erop, zeg maar. En ja, die vind ik wel heel mooi. Zo'n prijs, is dat wichtig voor die? Ja, dat is wel belangrijk, want doordat ik in de prijs ben gevallen, staat nu mijn werk in het blad. En meer kansen op om opdrachten te krijgen. Heb je er een prottenwerk van die in Ries? Ja, dat hangt toevallig hier bij de snackbar een werk van mij. Wat voor werk? Dat is een pasteltekening. Kunnen we even gaan kijken. Hoe komt die daar? Ik heb 5 jaar bij de snackbar gewerkt. Toen ik er wegging, toen leek het me eigenlijk wel heel erg leuk om iets voor hun te maken. Wat betrekking had op de snackbar. Hallo. Dit is van Annette, hè? Dit is van Annette, de frieteters. Ja, toch met tinken om wat oors. De aardappelieters van Gogh, ja. Ja. Het past helemaal bij het bedrijf, hè? Ja, en die stijl die ze je inbrukt hebt, daar heb je een heel soort al in die. En dat vind ik een geweldig mooie stijl van de. Ja, hè? Ja. Mooi. Ja. Is het bekend? Ben ik mijn tafels verbuten, de tabakjes, het zwarte. Ja, dat is, ze hebben helemaal, maar dan in haar stijl. Is er nog meer van Arine en Ries? In de theatertune heb ze een keer een poster van maken. Oké. Toen werd er een festival, hoe die 50 ongeveer, dacht ik. Dat Flower Power bedoel, papies. En daar heeft ze een hele mooie poster van maken. Dus illustratrice? Ja. Is er een prof in kwiet in dit werk? Ja. Ik kan mijn fantasie er wel in kwijt. Ik was vroeger als kind wel veel aan het knippen en plakken, veel met papier bezig. Toen ik een studiekeuze moest maken, toen ben ik naar een open dag geweest van Minerva. En toen kwam pas eigenlijk weer aan de orde dat ik toelating wou doen voor die school. In 1970 was er een festival, Pies in Ries. En dat was in die tijd een opvallend gebeuren. Het was allemaal hippies die erop afkwamen. Mijn rol was de vormgeving, de poster, een nieuw jasje te geven eigenlijk. Nou, en hier was het theater, het podium. En de poster had ik bloemen voor ontworpen en die stonden aan de zijkant van het theater.
Andrea Besieten, hè? Ja. Waar is dat? Marit de Schiffert, hoofdredactrice van Link. Die komt op gesprek. Aha. Om de laatste Link te bespreken. Omdat hier de tijd de figuren in de eerste vijf linken terugkomen. Ja, en dan weer op zo'n drokke wijze, want dat vind ik altijd wel heel mooi. Ja, weer heel veel details erin en dat er gewoon heel veel te bekijken valt. Ja, want dat is het mooie. Ik ben die shudder altijd wel 4 minuten naar. En dat heb ik zelf ook altijd maar 4 minuten. Dan show je nog van, oh, maar daar is nog wat. En oh god, dat is nog leuk. Ja, valt heel iets meer in te ontdekken. Ik was op Annette Wezen, toch een vriend van mij, die mailde mij. Hij ziet bij Annette in de klas op een kunstacademie. En ik zag op haar website en ik zag al je moois en het pakte me voetbal. Dus zij hebben contact opgenomen met Annette en zo ben we in gesprek raken. Maar ja, zo bouw ik de illustratie echt in lagen op. De illustratie rint ik gewoon terug, hè? Dus dat was net op. Dat tekent ze eerst en dan plakt ze erin. Ja. En zo ga ik dan elke onderwerp in de illustratie invullen. Ja, Annette, haar stijl is aan de ene kant van alles wat. Want ze kent alle kanten op. Dat zie je aan de affiches die ze maakt en haar afstudeerproject wat hier aan de muur hangt. Dit is mijn afstudeerwerk. Ik heb hier 5 maanden aan gewerkt. Althans, of de echte uitwerking is ongeveer in een maand gebeurd. Het is een grote tekening van een kantoor. Ik heb verschillende ruimtes getekend die in een kantoor te vinden zijn. En daarin ook verschillende situaties. In Link heeft ze een andere stijl. Een hele drokke stijl. Maar meer kleur. Maar toch is er wel iets wat toch haar stijl herkenbaar is. En dat... Eigenlijk heb ik dat zelf ik nog net ontdekken kind wat dat dan precies is. En dat is ik wel het mooie, want dat kun je net echt te pakken krijgen. Maar het spreekt om. Het spreekt om, ja.